Eerst even een kleine ode aan Kim Kleisters. Deze week is de Belgische tenniskampioen begonnen aan haar tweede comeback. In België hebben ze daar zelfs een woord voor bedacht, de Kimback. Deze week zagen we ook de eerste beelden van La Kleisters in volle training. Daar hebben we in Nederland ook een mooi woord voor, dik. Ach, daar kun je lullig over doen en zeggen dat ze eruit zag als Frank Evenblij met een tennisracket, maar ik vond het stiekem schitterend. 3 kinderen heeft die vrouw gekregen. Ze is al sinds 2012 gestopt met topsport en nu gaat ze het, dwars tegen alle klippen op, nog een keer proberen. In een mooi filmpje kondigde ze op social media haar comeback aan. Ik ben 7 jaar lang fulltime moeder geweest, zo vertelt ze. Ik hou van mijn kinderen, maar ik mis het tennis. En nu ga ik allebei proberen, moeder en tennisprof. Ik ben natuurlijk een ontzettende geëmancipeerde man, maar door Kim Kleisters ben ik nu officieel een feminist geworden. Hoewel mijn vriendin de radio inmiddels heeft uitgezet, zeg ik het gewoon nog een keertje. Door Kim Kleisters ben ik een feminist. Want vrouwen, die kunnen gewoon meer dan mannen. Niets is onmogelijk. 3 kinderen krijgen, moeder zijn, 7 jaar stoppen en dan weer terugkeren. Vol in training gaan en iets proberen te doen dat volstrekt onmogelijk is. Ik hoop dat Kim Kleisters dit jaar een Grand Slam wint.